Toen we wisten dat dit jaar weer door zou gaan, vielen de Russen Oekraïne binnen. En in eerste instantie was het voor mij bizar om het over de Hitler van 1940 te hebben, terwijl er een Poetin van nu bezig is ijzingwekkende parallellen te laten zien. 1941, nog maar 81 jaar geleden, werden door de Duitse bezetters ruim 400 onschuldige mannen uit Amsterdam opgepakt en gedeporteerd naar het concentratiekamp Mauthausen. Dit was de eerste razzia in Amsterdam. De mensen die daar in Mauthausen gevangen zaten, moesten met een zak stenen van 50 kilogram een trap van maar liefst 186 treden naar boven lopen. De trap des doods. Door ondervoeding, te weinig drinken, ziektes, slechte omstandigheden overleefde bijna niemand dit absurde karwei. En je kunt je het bijna niet voorstellen. Het was dwangarbeid met de dood als gevolg. Het moet een marteling geweest zijn. Wat deze mensen hebben doorstaan en meegemaakt, mogen wij nooit vergeten. Het stormde nog steeds boven Nederland. Maar Triksterwind wilde hoe dan ook springen. Als geheimagent Felix had zij als missie het opzetten van een veilige lijn waarlangs Britse piloten die neergeschoten waren veilig naar Engeland terug zouden kunnen. Op 10 mei 1940 veranderde Schiphol in een rokende en brandende puinhoop. Trix raakte meer en meer gefrustreerd. Ze wilde wat doen. Een KLM, boordwerktuigkundige die in het verzet zat, benaderde haar. Of ze een kadet van de militaire academie weg wilde sluizen naar Zwitserland. Hij moest zich anders voor krijgsgevangenschap melden. Trix ging die avond als geheimagent Felix het vliegtuig in. Wat zij niet wist, was dat de hele telegrafische lijn al 9 maanden in Duitse handen was. En Trix was de 26e geheimagent die direct bij landing was ingerekend. Uitgemergeld werd ze naar een buitenkamp van Mauthausen gedeporteerd, waar ze vrijwel direct in een bombardement van de geallieerden terechtkwam. Begin mei 1945 werd ze per ambulance naar Zwitserland gebracht. Ze was bevrijd en stortte volledig in. Fysiek kapot en psychisch zwaar getraumatiseerd. Straks om 8 uur is het stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat wij hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen zijn. En we doen dat in blijvende dankbaarheid jegens hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.